Bezoekers van de coronateststraat aan de Fokkerstraat in Schiedam krijgen tot en met zondag de vraag of ze mee willen werken aan de coronasneltest. De proef draait puur om één ding. Pure betrouwbaarheid. Dus wat we hier zien, de mensen die hier komen, die worden gevraagd of ze mee willen werken. Willen ze meewerken, dan krijgen ze dus twee testen. De normale PCR-test en de sneltest. En die twee uitkomsten die vergelijken we met elkaar. En zodoende kunnen we naar een heel aantal mensen kunnen wij kijken. Is die sneltest betrouwbaar? Het wattenstaafje wordt naar ons mobiele lab gebracht. En daar wordt het in een vloeistof gedaan. En die vloeistof wordt op een soort zwangerschapstest gedruppeld. En die wordt dan afgelezen en binnen 10 à 15 minuten geeft hij dan resultaat. Wat wilt u weten in deze test? Deze test gaat het er echt om of deze test betrouwbaar is. Goed gedaan. Ging het? Je bent lief. Ja. Er worden in Nederland een aantal proeven gedaan, dus van verschillende fabrikanten. En de sneltesten worden zo op hun betrouwbaarheid gecheckt. Zoals gezegd, het is een proef met de coronasneltest. Ja? Heel erg mee. Gelukkig. Ja. Nou. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus Medisch Centrum hebben ieder zo hun doelstellingen. Je werkt met een virus dat een hele nare infectie kan geven. Dus de mensen die het uitvoeren moeten ook goed beschermd zijn. De afvoer van materiaal wat virus kan bevatten moet goed geregeld zijn. Dus wij willen heel graag weten hoe dat werkt in zo'n setting zoals hier. Stap 1 is dat er gekeken wordt welke sneltesten zouden een bijdrage kunnen leveren. Dan volgt er eerst nog een uitgebreide instructie van het ministerie hoe en waar gaan we dat doen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat wij ook gebruik gaan maken van de sneltesten naast de bestaande PCR-testen.